Ik hou van Toon Tellegen. Ik vind hij de beste is. Ik heb hem nooit ontmoet, maar zijn beeld is hier. Altijd. Hij schrijft niet alleen kinderboeken, boeken voor volwassenen en ook mooie poëzie. Ik lees heel veel, maar in het recente heb ik hem niet gelezen. Maar gisteren ging ik naar Leiden toe. Daar heb ik afgestudeerd, dus ik heb een goede band met Leiden. En ik zag een kinderboekwinkel. En daar zag ik voor de winkel een poëzie voor ongeveer 10 zinnen. Geluk, het geluk. Tegenwoordig het geluk is een thema. Iedere land schrijft over het geluk. Geluk in Nederland is anders dan geluk in Zweden. Geluk in Zweden is anders dan India. Dus wat het geluk is, hij heeft in, dat vond ik zo mooi. Geluk voor volwassenen, geluk voor kinderen, geluk voor vrouwen, geluk voor mannen, geluk voor die beesten. Het is totaal anders. Eén geluk is anders dan de andere. Maar het is op een heel simpele manier heeft hij uitgelegd wat geluk is. Dat hoef je niet om te houden, maar dat heb je hier in je hart.